Hallo allemaal en welkom in de White Goblin Games woonkamer. Vandaag spelen we een spel met lawaai. We zijn lawaaimakers en we moeten de andere spelers laten luisteren. Want er is een auto die verplaatst zich door de cirkel en hoe harder je het geluid maakt, hoe verder de auto rijdt. Wil je weten hoe je dit spel speelt? Kijk dan mee naar de uitlegvideo van Lila Lawaai. De voorbereiding. Leg de 9 doelkaarten in willekeurige volgorde open in een cirkel. Leg de auto aan de buitenkant van de cirkel bij een doelkaart naar keuze. Schud de 36 opdrachtkaarten en leg deze in een gedekte stapel in het midden van de cirkel. Het spelverloop. 1 speler is de lawaaimaker, die neemt de bovenste opdrachtkaart van de stapel. Hij bekijkt deze kaart zonder hem aan de andere spelers te laten zien. Het geluid dat de lawaaimaker moet maken staat aan de bovenkant van de kaart. Daaronder staat naar welke doelkaart de auto zich met de klok mee moet verplaatsen. Afhankelijk van hoe ver de auto zich moet verplaatsen, moet de lawaaimaker een zacht of hard geluid maken. Je pakt bijvoorbeeld het cadeautje en je moet klappen in je handen als geluid. De auto ligt vrij ver van het cadeautje af, dus je moet hard klappen. De volgende speler pakt het ijsje en moet sissen als een slang. Deze ligt 1 veld van het cadeautje af. Die speler sist heel zachtjes. Bij een vuistje moet je op tafel kloppen en bij de Indiaan doe je... Als je het spel al heel vaak hebt gespeeld, kan je ook met de groep andere geluiden afspreken, zoals stampen met je voeten of fluiten. Nadat de lawaaimaker het aangegeven geluid heeft gemaakt, moeten de andere spelers raden waar de auto heen moet. Om beurten zegt elke speler hardop waar hij denkt dat de auto heen moet. Iedereen mag 1 keer raden. Nadat iedereen zijn keuze bekend heeft gemaakt, verplaatst de lawaaimaker de auto naar de juiste doelkaart. Iedere speler die het juiste antwoord had geraden, krijgt als beloning een opdrachtkaart van de stapel en legt die gedekt voor zich neer. Als tenminste 1 speler het antwoord goed heeft geraden, dan krijgt de lawaaimaker ook een kaart als beloning. Als niemand het antwoord heeft geraden, dan leg je de opdrachtkaart terug in de doos. Nu is de volgende speler de lawaaimaker. Einde van het spel. Het spel gaat door totdat er geen kaarten meer in de stapel liggen. De speler met de meeste gewonnen kaarten wint het spel. Je kan dus Lila Lawaai tegen elkaar spelen, maar er is zelfs ook nog een 2-speler variant waarbij je juist samen moet werken. En dan heb je nog meer het gevoel dat je je best moet doen op het maken van de geluiden. Nou, wil je meer van dit soort spellen zien? Ga naar www.whitecoblingames.nl en vergeet ook niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. Want dan maken wij nog meer van dit soort leuke video's voor jullie. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende uitlegvideo.